Deze Mac is helemaal voor jou. Succes met het inkleuren. Oh my god, ik mag hem customizen. Oh, snap. Oh. Hij ziet er briljant uit, jongens. Hij ziet er heel ziek uit. Letterlijk ziek. Oh, hij is ook gewoon van wol gemaakt. Iemand, bel een dokter. Is hij af? Of een mechanic? Bijna. Zo'n beetje. Wolf fik toch heel goed? Ik weet niet of het dat ook... Goku hier onder zijn arm. Die paar blokken zijn die waves doen. Oh mijn god. Nice. Geen polka dots op zijn gezicht, Tim. Niet? Nee. Sorry. Oh, en een van zijn ogen moet wel rood. Nice. Yes. Dat dan weer wel. Ja, dat hoort. Want in die andere zit de cockpit. Ja. Kok. God. Wie is zelfs ook alweer degene die zei van tevoren niet gelden? Niemand heeft dat nog gezegd. Ik heb het gezegd. Rens zei het. Oh, ik heb er niet op gelet. Oké, hij is heel mooi, jongens. Hij is echt heel mooi geworden, jongens. Nou, zullen we even nog een toertje eromheen doen met z'n allen? Ja. De achterkant is gekleurd. Ik weet niet of je de achterkant nog wil zien. Dan knip ik wel slim. De achterkant is niet ingeknipt. Wow, wat mooi. Oh. Schitterend. Oh, wat. Wie shit, heeft die prachtig. Oh mijn god, wat is het lelijk. Oh, en het wordt weer mooi. Oh, druk op F5, dan kun je het beter zien. Heel sick. Echt een cool cadeau. I'm impressed. Bedankt, bijlijf. Goed gedaan. Nee, ik ben een kerstman vanaf nu. Nice. Weer terug? Yep. Seconde rat, je mag het volgende cadeautje uitkiezen, jongen. Oh, welk pakje zou ik eens uitkiezen? Die ene. Die ene. Of die ander. Mooie piemel, jongens, van Dirt. Zoals we zien aan alle vorige kerstspecials, we zijn volwassenen geworden. Weet je, bijna heeft hij zo'n vet cadeautje voor mij gemaakt dat ik die voor hem uitkies. Oké, die is van Kana, van Menno. Ja, hij knikt ja. Voor Bijlijf. Dus Bijlijf, doe je ding, jongen. Lees het gedicht voor. Lees. Ik heb hem. Mijn gedicht. Je moet hem voorlezen. Het heeft... Ik heb wel goed terug. Hij is nu al blij. Hij is nu al blij. Doe je ding. Beste Taran, dit de kerstman zat dit jaar te denken wat hij aan jou zou gaan schenken. Echter wist hij niks, doordat je Facebook leeg is. True, ik gebruik het niet. De kerstman heeft het aan je vrienden gevraagd en heeft het op de gok gewaagd. Heb ik vrienden? Ja, Een grote GTA-fan, dat is hij. Hiervoor maakt... Hij gerust een week vrij, een weekend vrij. True. Hij is elke dag bezig met deel 5. Dit deel is het beste, zei Bijlijf. Dit speel ik dag in, dag uit. En het houdt niet op wanneer ik de game afsluit. In mijn dromen leef ik de game. En daar leef ik voor de fame. Vanavond werd het hem fataal en neemt het hem in de aanhaal. Het spel komt zelfs hier. Nu speel ik het als avonturier. Straks bleef GTA 5 in GTA in Minecraft. Het zal verbazen wat je er aantreft. Ga nu naar beneden. En doe de heist. Hiervoor zijn er 2 schurken die jij aanwijst. Deze zullen je helpen onderweg. Kies dus mensen met criminele aanleg. Om je tegen te gaan, zijn er ook agenten. Deze houden jullie tegen voor de centen. Dit zullen er weder 2 zijn die gekozen zullen zijn. De agenten zullen eerst vertrekken en zich klaarmaken voordat jullie de bank zullen kraken. Geef deze agenten genoeg tijd, anders heb je
tijdens de heist spijt. De rest kan de heist bereiken en het geheel bekijken. Ik wens jullie veel succes on your way to happiness. Succes met je heist. Kana 2424. Oeh, dat klinkt cool. Oh, nice. Ik invite Tim aan mijn kant, want Tim is heel goed in mensen vermoorden. Wat? Mijn teamgenoten. Vooral teamgenoten. Ik weet niet of je mij moet kiezen, maar sure. Leuk. I'm in. Nog eentje. Wie heeft nog meer aanleg voor moord en misdaad? Free robbers, two cops. Je kunt ook een politieagent uitkiezen waarvan je denkt, dat is een goede. Menno's agent. Dat vind ik eerlijk. Ja. De game maker als agent. Interesting. Wow. Rogier, kom er maar bij. Nee! Okay. Jij mag gemeen zijn. Hoe voel je daarbij? Heel goed. Mooi. En it's good to be bad. Tijmen is ook wel een agent, sure. Ik weet niet. Oké, Tijmen. Tijmen en Menno als agenten en wij drie zijn de boze boeven. Tim, kill me niet. Mogelijk 3 keer. 2. Dan staan we gelijk, hè? Nee. Ha, ik heb al een blok in mijn handen. Oké, okay, let's go. Downstairs. Wee! Nice. Down the rabbit hole. Oh, plus nice. Plus 2 is fish. 2x is vraagteken. Pi tot de macht 5. Dat zijn onze criminele x plus aantekeningen. En een poppetje. Herken je de kamer al? Dit is die heistkamer. Dit is de heistkamer. Nice. Oh, sick. Fijne was. Of ja, sexy hoor. Ik wist niet dat jij dit soort dingen droeg bij Life. Ja, ik verbaas me ook een beetje. Die zijn achtergelaten. Ja, maar dat is nou juist. Het linker gedeelte is van Tim. Wat? Dat was ons geheim! Oh. Sorry man. Oké, okay, nou hier hangen de kleren van de keizer. Wow. Oh, wow, wat was dat? Dat was waarschijnlijk Menne. Moeten we door deze deur? Moeten we nu tegen Trevor praten? Nee. Trevor zegt niks. Trevor! Nu is het uiteindelijk zo hammer. Dat wij niet de stille mensen zijn, maar Trevor stil is. Ja. Misschien beter voor iedereen. Nou, Menno, misschien wat meer uitleg waar de twee... Dag, Trevor. Ik kan Trevor het niet meer uitleggen. Menno, kun je hem even vervangen? Oké, Tijmen, wij moeten dan even naar die kop zingen toe. De bord bij ze zichzelf verderop. Wij moeten hier wachten. Yep. Oh. De boeven, moeten de spectators ook met jullie mee? Spectators moeten daar hun eigen bordje volgen, naar links toe. Oké, okay, de spectators gaan er doorheen. Follow me! Ik ben nog aan het regenen. Eet ook even. Wil iemand de banana split? Die heb ik gejat natuurlijk, want ik ben een gemene dief. Oké, okay, nu mogen de robbers ook naar binnen en zichzelf gaan equippen. Oh, ik heb nog wel een boog, dus die zal ik even wegleggen. Robbers. Robbers rechtdoor. Ooh. Robbery tools. Oh, ik leg het wel terug. Je hebt de middelste, sure. Pak de rechter. Diaam. Oh, ik heb nog een helm. Ik heb een boog van mijn cadeau. Ik heb ook nog een boog van mijn cadeau, maar die mogen we niet gebruiken. Je hebt die super nitro creepers hierin gegooid. Die had ik van Niek gestolen. Precies. Beter. Het gaan de appels. En de spectators, die staan daar. Oh, dat is echt heel cool. LSP, die is rechts lopen. Oh, dat is vet gedaan. Dus wij mogen wel, of? Ja, je mag. Gewoon, ga ervoor. Beginnen met je bank. Oh, shit, 1 ding vergeten. Wat? Kut. Is er iemand, game mode, weet ik er weer? 1. Gewoon game mode 1? Dat is even TNT en Flint moet je even eentje hebben. Je bent nu game mode 1. Hey, Bill. Ik ben mijn game mode 1? Ja, jij bent nu game mode 1. Ik ben nu game mode 1, oké. Okay. Oh, en hij is gemuwd. Oké, okay, eindelijk ben terug. Maar moet je ook hier naartoe kijken, man? Waar we uitkomen? Ik kan het niet lezen. Waar lijkt dit op? Op het gebouw. Waar je woont. Oh, dit is... Oh, maar ik woon in de andere. Hier, Eclipse Tower. Mm-hmm. Hier, bijna. Mag ik wat opblazen? Je mag wat opblazen. Ja. Yeah. Oké. Oké, okay, wacht. Let's go. Dus dit is een beetje roleplay-achtig? Ja, cops, robbers, jullie moeten de bank beroven. Dus laten we eerst doen alsof we gewoon bewoners zijn, want de politie moet niks door hebben van... Politie heeft niks... Rijd mijn auto over! Rustig!
We rijden maar 3 man over en de politie heeft nog niks door. Dus oké, het is GTA. Ja, precies. Zo werkt het toch? Dit is de bank. Oh, dit is inderdaad de bank. Nice. Oh, wat? Worden we nu al beschoten? We doen helemaal niks. We zijn gewoon bewoners. Precies, even rustig. Wij zijn heel aardig. Ik kom hier helemaal niks opblazen. Worden we nu al beschoten? Dit is echt een beetje apart. Waarom lopen die cops daar nu al? Ja, wat doen jullie? Gaat toch naar je huis of zo? Oh mijn god. Ja, gewoon patrouilleren. Wat een schitterende fans. Er lopen alleen maar 3 mensen zwart gekleed de bank binnen. Precies. Dat is het enige. Oké. Okay. Ik heb... Een verdachte meloen. Ik leid de politie een beetje af. Goedendag, meneer politie. Hoe gaat het met jullie? Hoi. Oké, de bom is ontstoken. Welke bom? Wow! Oh, rustig! Zet iets door! Oh god. Get the money! Ik hou ze bezig! Zijn we de deur! Ik heb een hele diamant. Pak het alles! Snel! Oh. Ik heb een hoop Ze komen binnen, jongens. Ze komen binnen. Ik doe mijn best. Oh. Auw! Ja! Oh nee, niet voor me springen. Ja, oké. Okay. Oh, hey, politie down. Oeh. Yeah, 2 politie down. Wat was de loot? Holy shit. Een hele hoop diamanten en emeralds. Nice. Get the loot. Oh, je hebt het allemaal gepakt. Zit er nog iets in de kluizen? Gaat er nog wat in zitten? Ah, het is leeg. Oké, mooi. Dus je hebt alle gold en alle iron gepakt? We zijn rijk. We zijn rijk, jongens. Yes. Snel, terug naar het huis. En we kopen er een dure boot van. Of een straaljager. Die boot van 8 miljoen. Nice. Well played, boys. Het beste is, Tim, dat dit allemaal gratis. Wat? Krijg ik niet betaald? Nee. Ik zou 30% kut krijgen. Wat? Yes. Jij krijgt je kleding die hier hangt terug. Dat is jouw kleding. Jongens, dood. Oké, okay. Oh, dat was best fucking awesome. Nice, awesome. I love it. I love it. De loot is binnen. Oké, okay, niet van me. Oh, gold. Shower of gold en emeralds. Oh. Hé, hey, wie heeft hem binnengelaten? Party! Tijd even rustig de deur voor deze jongeman. Nee, mijn Wacht even. Yes! Dat is ik ben hier niet gewenst! Verdomme. Dat is echt heel goed gelukt, Menno. Echt heel cool. Hij is echt heel goed gelukt. God! Oké, okay, dat is de stack. Oh, nice. God, ik ben bijna dood. Nice! Er moest 1 keer gebeuren, kom op zeg. Ja, oké. Kunnen we weer terug, Menno? Daar heeft hij niet over nagedacht, of wel? Menno? Ja, Rogier heeft de command ready. Stop even met me. Ja, maar ik wist nu of we klaar waren. Waarschijnlijk wel. Dus ik doe maar het. Maar was awesome, Menno. Echt leuk. Well done. Was... Kan iemand even wat pijlen uit mijn ogen trekken? Oh, wow. Ik zou je wel even helpen. Auw! Nee, ik ga dood! Dat wilde ik doen. Kijk! Geen pijlen. Ik heb het goed gedaan. Ja, well played. Oké, okay, dus Pijlef, je mag het volgende cadeautje uitkiezen. Oh, wat? Ik stop. Hoe deed ik dat? Pijlef, get your shit together en kies een volgend cadeau. Goed zo. Volg Pijlef, iedereen. Yay. Ik kies voor diegene met de rainbows. Is die van Tijmen? Voor ja. Alex. Dan is die van Tijmen, dan doen we die als laatst. Ander cadeau. Oh. Maar die van Tijmen ik neem die mooie met sandstone. Oeh. Voor wie is die? Tijmen. Van wie? Oh. Ah. Weet iemand van wie deze is? Hoi. Van Rens? Ja. Oké, okay, van Rens voor Tijmen. Misschien moet je dat gedicht pakken en voorlezen. Dus iedereen stil en let's go, Tijmen. Met je mooiste voorleesstem. Beste Tijmen. Nee, sorry. Beste Tijmen. Oh, wauw. Ja, we beginnen met rijmen. Oh nee, die heb ik zo vaak gehoord. Mijn naam is Sanda. Uit de woestijn. Sanda. Geen Sandra, maar Sanda. Uit de woestijn. Een broertje van Santa. Anders geschreven. Hetzelfde verwoord. Je hebt vast nooit van mij gehoord. Dan hebben we 1 ding gemeen. Want van jou kennis had ik geen. Bij mijn broer
kom ik voor advies. En daar kreeg ik het voor me kies. Als je eerder was begonnen, had je eerder informatie misschien wel tonnen. Daar had ik natuurlijk weinig aan. Maar hij lachte en wees mij op de juiste baan. In Minecraft houd je van veel bouwen. Klopt. Velen zullen jou... wat? Wow. Velen zullen jou als een van de betere beschouwen. Thanks. Verder speelde je GTA. Heel erg bedankt, zei ik. Maar ik denk dat ik dan nu maar ga. En met deze informatie kon ik beginnen. Werden mijn gedachten woorden en mijn woorden zinnen. Bouwen, wat kon ik daar nou mee? Een vriendschap, deze twee. Ik besloot te combineren. Op vriendschap kan je bouwen. Scheen men te beweren. Ik bedacht een spel, iets waar ik van hou. Ik schenk je warmte en deze tijd van de kou. Een spel waarop vriendschap wordt begonnen en verbroken. Wat men doet tussen tegelijkertijd koken. Het is tijd voor jou om te gaan kijken. Mogen het je veel plezier en een beetje verrijken. Mijn vriendelijke groeten, Sanda. Sweet. Sanda. Santa. Santa, ook wel. Niemand weet waar ik zit. Eigenlijk Sant E, geloof ik. Ja, ik ben er. Hey, ik heb Tijmen's boek gevonden. Toch Tijmen, jongens. Mooie trapdoors. Wow. Nice. Make or go home. Santa Claus Playground. Support. Kan ik hierop? De schommel. Je kunt doen alsof. Hier, kijk. Dit is my play. Oké. Regels in een kist. Zak. Zandblokken spel. Speelveld. Regels in de kist. Welke kist? Oh. Is in een kist? Boven zit wat. Hier, ik heb een kist. Oh. Ik dacht dat het een soort 50 Shades playroom zou zijn. Oh, nee. Wat? Nee. regels. Zandblokken spel. Belangrijk. Voordat je het spel begint, kies één van de vrienden, mensen die je echt kent. Uit wie je het meest betrouwt en één wie je het meest vertrouwt. Huh? Dus iemand die je niet vertrouwt en iemand die je wel vertrouwt. Wat? Er staat twee keer... Oh jawel, en minst vertrouwd, sorry. Onderaan. Daarna naar pagina 2, oké. Het spel. Om het zandblok... Je moet eerst kiezen. Eerst kiezen. Dus je moet... Ik ken niemand, wie zijn jullie? Nee, wie vertrouw ik? Ik ben Freek. Weet je wat, ik kies wel Tim, omdat hij... ja, hi Tim, doe maar. Okay. omdat je me vertrouwt of omdat je maar vertrouwt, dat moet je wel nu zeggen. Ja, ik vertrouw je wel. Wie vertrouw ik? Oké. Ik maak je wel. Je vertrouwt het meest? Wat? Ik ben verbaasd, Martijn. Wie vertrouw ik het minst hier, weet ik niet. Kom jij mee, kom. Hey. Jonne vertrouwen. Arme Jonne. Oh, kijk jij uit dat je alles molt. Ja, dat deed ik niet. Wat heb ik? Ik heb roadlines. Plaats ze terug, snel. Oké, pagina 2. 7 pagina's, god. Het spel. Om het zandblokkenspel te winnen, moet je bovenaan zien te komen in het speelveld zonder dood te gaan door zand. De persoon die jij het meest vertrouwt zal proberen jou te hinderen. Oh. Oh. En de blokjes op jou te plaatsen. Oh, fijn. Leuk. De persoon die jij het minst vertrouwt probeert de blokken zo voor jou te plaatsen dat jij naar boven kunt komen zonder verpletterd te worden. Well, fuck. Op vrienden kun je bouwen, maar op vijanden soms nog meer. Oh, dat is geweldig. Wat een wending. Wanneer je bovenaan bent, heb je het spel gewonnen en mag je de winnaarskamer in het kerstcadeau op je staat... Wat? Op je staat te wachten. Die is raar. Regels. 1. Voor het spel begint neem je de persoon die jij het meest vertrouwt, dus Tim, de bus betreffende ladder omhoog. Oké? Is er een ladder? Ik weet niet. Hier binnen misschien. Regel 2. Voor het spel neem je de persoon die je het minst vertrouwt de best betreffende ladder omhoog.
Dus de andere kant. Dus de andere kant dus. De blokjes... Er staan ook bordjes naast. Meest betrouwbaar, minst betrouwbaar. Oké. Jonne. Oké. De blokjes die daar beneden vallen, mogen niet vernietigd worden. Regel 4. Mocht er een blokje vallen zonder geplaatst te zijn, mag deze niet worden geplaatst door de speler. Regel 5. Het spel dient in survival gespeeld te worden. Oké. Ik zit in survival, was ik. 6. Veel plezier. Met vriendelijke groeten, Santa. Oké, stop. Stop it. Sand. Yes. Santa. Santa. Dus ik moet jou vermoorden en Jonne moet jou proberen te helpen. Maar ik heb geen sandblocks. Waar zijn zit in je kluisje. Dus even kijken. We gaan eerst... Ik ga eerst zandblokjes pakken. Diamond, wil je een enderpearl lenen? Oh ja, doe maar. Een stone. Nee, dat ga ik niet doen. Even kijken. Ik moest bij de ladder met de meest betrouwbaar. Nee. Met de minst betrouwbaar. Je moet hier zo staan. En dan... Oh, dat dacht ik al. Ja. Maar dit is moeilijk. Ik kan niks zien. Kun je niks zien of zo niet? Dan kunnen zij op de muur daar zand zetten, waardoor naar beneden valt. Niet vals spelen, Jonne. Niet mij naar beneden gooien. Oké, dus tel jij af, timer? Oké, 3, 2, 1, go! Ja, oh, fuck. Dat tactiek doe ik. Oh, kom op, Jonne! Sorry, dat ging per ongeluk. Waarom gaat Tim zelf niet naar boven pillen, hoor? Ja, help me! Blaas blokjes, ja. Blaas blokjes, meer. Sneller. Ze hebben een tactiek. Ja, fucking cheating. Ik ben mijn beetje naar beneden. No, fuck! Zo, baby. GG, well played, I guess. Nee. Ik was boven, wacht even. Ik was boven, dus je hebt gewonnen. Oké, ik... En nu moet ik naar die kamer. Waar is die kamer? Oh, daar is de ladder. Is hier een kamer? Dat is het ladder naar beneden. Waar is die kamer dan? Is er een kamer? Oh. Hier is een kamer. Oh, lol. Oh, fancy. Volg daar men. Allemaal elfjes, Santa. Allemaal gereedschap. Wat? This block is locked. Do it yourself, kid. Mogen wij er niet in, serieus? Oh, ik zit erin. Iedereen, laat hem ervan. Nice. Ik wist niet dat die tools er waren. Oh, dus allemaal tools om lekker te kunnen bouwen. Cool. Chill. Kan awesome. Ik nice, thanks. Bam. Ja, awesome. Leuk dat ik het ook best een keer. Zand. Sand. Ja. Ja. Heel erg leuk, inderdaad. In plaats van Santa. Oké, dan mag Time het volgende cadeau uitkiezen. En niet je eigen cadeau. Nee, no shit. Welk cadeau? Kijk, die hebben we gehad. Ik wil dit space en het cadeau wel af. Voor Rens. Voor Rens? Hey. Oké. Ik van? Weet wie. Heeft van. Minecraft iets dat als je niet te vaak achter elkaar hetzelfde... Ik denk dat je het wel weet. Ja, ik wist het al even. Oeh, leuk. Oké, gedicht. Tim, gedicht. Eten. Wat? Heb je wat eten? Hier. Steak hield me niet meer op een of andere manier. Mag ik ook? Zit erin. Mag ik ook? Jongens. Bedankt. Oké, ben ik weer. Hé, dat is mijn item. Ga weg. Oké, Rens, je moet even wat harder praten zodat iedereen je goed kan horen. En iedereen moet wat stiller zijn zodat ik die volume wat hoger kan zetten in de editing. Kun je me zo horen? Ja. Oh, dit is stukken beter. Okay. Ja. Beste Rens, jouw naam rijmt op haar grens. Ja, dat klopt. Wauw. Wauw, dit gedicht begint kut. De rest van het cadeau is ook vast prut. Ik ken jou van D&D, maar ook van Animu en slechte lolplay. Dit cadeau gaat over je liefde voor Animu, in specifiek over Naruto, je waifu. Het is niet waifu. het was lastig om tot dit cadeau te komen. Ik moest namelijk door een van mijn meest gehate Animu heen stomen. Het spijt me heel erg. Ver ben ik dan ook niet gekomen, al ben ik wel 2 hele episodes tot me genomen. Het spijt me zeer, Rens, maar die serie kijken is toch echt niemands wens. Over anime nu genoeg, want Rens zit ook in een knokploeg. Haha, grapje, nee, dat is niet in real life, maar in D&D. Please, haap me niet voor dit pakje, het is namelijk zo fout als een telefoonzakje.
Het pakje staat klaar, dus openmaken maar. By the way, Naruto en Sasuke zijn hartstikke gay. Fuck jou? Alsjeblieft. D en D. Dungeons and Dragons. Dat is Rob. Oh, ja, oké. Kan ik het gewoon zo openen? Rogier, ik heb maar 2. Volgens mij zijn ze te mollen. Ja? Ik kan ze niet. Ah, daar. Ja. Zie je? Ja. Snel. Ja, het enige is, je moet degene erboven hebben ook. Oké. Okay. Wow. Ik eerst? Yes. Dank je. Ja, ze heeft degene erboven je nog. Ja. Oh, sorry. Ja. Wow, dit is groovy, man. Hoehoe. Oh, shit. Some groovy shit indeed. My eyes! Of in indeed. Oh. Ik volg het niet meer. Hier is een bordje. Oh. Lees je hem voor? Ja. Mag ik hem ook lezen, jongens? Ja. Hoe een slecht cadeau in Naruto thema te maken. 1. Zwart-oranje kleuren schema. 2. Hidden leaf icon in spiegelbeeld. En 3. Struisvogel op de vloer uit filler episode. Oh, die filler episode bedoel je? Yep. Oh, die. Oh, geweldig. Oké, dit is echt tof. Een spiegelbeeld, dat spiegelbeeld icoontje op de bovenkant is wel cool. Is dit niet gewoon precies het... Ik heb er geen verstand van. Niet. Op zijn hoofdband het. Heeft hij zo'n icoontje en dat is dit. Ja. Nee, dit is de wat hij op zijn rug heeft. Als de Hidden Leaf Village genoemd, toch? Is dit wel de Hidden Leaf Village? Ik zie het niet. Ja. Een streepje hier aan die kant en dan een kleurtje. Oh ja, ik zie het. Ja, nu zie ik het. Hij is alleen een spiegelbeeld, dus hij is wat onduidelijk. Oké, nog een chest zie ik. Present. Noodles, ramen. Oude tv, wooden table, single bed orange en beer. Nice. Nu kan ik alles wat je nodig hebt om een goed weekend door te komen. Nice. Tof, man. Helemaal blij mee. Dankjewel. en te binge-watchen op 1. Ja, precies. Noodles, beer, een bed, oude tv. Let's go. Nice. Top. Hartstikke filler dank. Episode struisvogel. Ja, dat die looks wel. Adorable. Quack! Quack! Wie heeft nog geen cadeautje geopend? Alex? Ja. Ja. Oké, okay, nou dan klopt het. That's it. Dan, het cadeautje voor Alex. Kom er maar allemaal bij. Alexander is er niet. Hij heeft wel een cadeautje gemaakt. Dat was die. Ja, dat was die daar. En nou, Tijm heeft deze voor Alex gemaakt. Ik zal Alex even vervangen. Let's do it. Hallo allemaal. Hoi. Ik ben Alex. Oké, let's go. Alex cadeau. Er zit hier een knop en een klein kerstmannetje. So let's have a look see. Oh, daar gaat één iemand. Het is 1-1 weer. Oeh. Hey, bedankt. Mag ik ook nog jongens teasen? Nee. Yes! Wow! En toen waren we ondergronds. Hey, Senda! Senda is ook langsgekomen, hier inderdaad. Kasteeltjes, boekje. Armor stands. Pas op. Kom er niet aan, want dan crash je server. Een boekje. Mag ik het boekje pakken of? Nee. Ja? Waar is het boekje? Links. Kijk toch? Dag. Ja, ik zie hem. Hier, pak hem! Pak hem net niet op! Hoe vecht het dan? Voor Alexander, de laatste. Schatje. Alex. Sinterklaas wist niet wat hij moest doen en had wat tijd over. Dus dag Sinterklaas, ik koop je een Land Rover. Maar dat paste niet in Sinterklaas zijn budget, dus maakte hij maar een groot kerstpakket. Geniet van dit cadeau met wat melk en een koekje. Daarom kwamen er wat elfjes voor een bezoekje. Je zal je vast afvragen waarom een Santa-dorp koelkast. Wat? Je zal je vast afvragen waarom een Santa-dorp comma koelkast. Ik kon niks verzinnen wat hierop rijmde. Oh, zo. mijn god. Sorry. Ik kan... Veel plezier met je kerstcadeau en een gelukkig 2016. Liefst de paashaas. Oh, wat mooi. Oh. Dus er was ergens een liever en daar ga ik nu aan trekken. Ever. Nice. Het zijn varkens. Wauw, Alexander is zo blij.
Hoi. Oh, er staan... Wow, ho, ik heb de bordjes. Bordje. Welke bordjes? Boven je hoofd. Zijn boven... bordjes. Oh, daar. Oh, wacht, ik lees. Wat de hel, dat kan? Ja, ik weet het niet. Wat? Meneer kan dan? Oké, okay, jongens, laat me even lezen. Hahaha, natuurlijk was dit een grapje. Vind het liever voor iets leuks. Er is een ander blok. Vind het blok en misschien moet je de liever er wel op plaatsen. Dat kan handig zijn. Oké, okay, dus ik pak de liever even. Lever, sorry. Hou je mond. Oh, dat kan ook. Hij zat ook gewoon hier in het chest, maar oké. Okay. Ik heb de liever gepakt en nu moet ik naar op zoek naar een ander blok. Heeft iemand pas al... op. Hier. Staat hier? Op meerdere bordjes staat pas op. Oh, dit is een ander blok. Ja, ja, je hebt hem denk ik. Oké, okay, jongens. Dames en heren, koeken en peren, de paashaas en Sinterklaas. Het is leuk. Nog een keer. Oh! Oh! Oh, wow, wow. Holy shit. Schitterend. Damn. Zoals ik zei, is voor een reden. Oh mijn god, kijk dat dak ook. Jongens! Please! Sorry. Er zat nog een chest boven waar ik in moest kijken voordat je me naar beneden gooit. Er zaten alleen maar melk en koekjes in. Echt? Ja. Ik kan wel melk en koekjes gebruiken. Ho, ho, ho. Dus holy shit, het laatste kerstdorp gaan we onze kerstspecial eindigen. Het ziet er geweldig uit. Check die trein hier. Eigenlijk hadden we jou gewoon het hele dorp moeten laten bouwen in het begin. Vanaf het begin. Oh mijn god. Kijk naar dat dak, jongens. Wat een werk. Is er ook een manier om in de trein te komen? Er is een trein. Ja, welcome to the Polar Express. Er is een hele grote trein. Ja. Oh, yeah. Links. Oh, wauw. Nou, jongens. Dat noem ik nog eens een succesvol kerstfeest. Ja, echt heel gaaf allemaal. Echt heel leuk gedaan. Nou, dankjewel voor het kijken allemaal. Fijne kerstdagen, gelukkig nieuwjaar. En dan van ons allemaal, adios. Doei! Doei! Kerstfeest! Happy Christmas! Do you. Merry Christmas! Do you. And happy New Year! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. If you ever stole it, you would have even said it's hello. Let it snow. All the weather outside is frightful. When the fire is so delightful. But since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Finally, kiss goodnight. How I hate going back in some. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Okay. Solo. Jongens, sta er best stil dat Timon dit alleen allemaal met de hand heeft uitgehaald. Ja, ik weet. Ja. Nogmaals, Timon ja, went all out. Er is iets mis met Timon. Yep. Ja, dat klopt. Maar het ziet er alsnog uit. Dat wist wel. Dat oh mijn god, je kan op de trein komen. Ja, hier is een... Nee, hier, kijk. Hij is echt heel sick. Echt Timon, als je zo vermoeid en Cheesy en Timmy zo stopt, dan hoef ik helemaal niks meer te bouwen. Ja, maar dit dak, ik heb je vannacht aan doorgewerkt om het dak achter elkaar af te krijgen. Het dak is echt heel cool. Hey, hoe laat sliep je nou trouwens? Want mij had je het verteld, maar de rest niet. 6:30. Wat? Oh shit, no way. Wat is mis met hem? Timon. Timon. Hij heeft vakantie, hè, dus. Maar ik dan heb nog. Vakantie, mag. Ja, ik heb ook vakantie, maar dat betekent niet dat ik tot 6:30 Minecraft ga spelen. Ik begin me enigszins zorgen te maken voor wanneer hij student is. Ja! Holy shit, man!